Dank u wel, voorzitter. Kan de heer Tuinman iets vertellen vanuit zijn eigen ervaring ook als militair over het belang van ontwikkelingssamenwerking om klimaatverandering tegen te gaan en ook om conflicten te voorkomen? Dank u wel. Nou, voorzitter, klimaatverandering, zeker als we kijken naar Afrika, is gewoon echt wel een groot ding. Je ziet er verzanding en verwoestijning is een groot probleem. En dan moeten we daadwerkelijk gewoon ons bedrijfsleven ook voor opwerken, dat ze daadwerkelijk daarmee aan de slag gunnen. Ja. U vroeg, stelde de vraag wat mijn persoonlijke ervaringen zijn als militair op allerlei verschillende plekken die niet altijd al te prettig zijn om daar te zijn. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het verhaal wat ik u wil vertellen is, ik ben 5 keer in Afghanistan geweest, 5 keer in 1,5 jaar. En ik besefte me pas de 3e of 4e uitzending dat de eerste 2 uitzendingen ik niet geluisterd heb, dat ik eigenlijk heb ingevuld wat ik dacht dat anderen nodig hadden, in plaats van de vraag te stellen van wat ze nodig hebben. Ik heb hier in 2022 ook een vrijheidslezing over gegeven, op 5 mei. En die heette eigenlijk, wat is het gevoel van vrijheid? En daar kom ik op terug. En het gevoel van vrijheid is elke dag wakker worden met een glimlach op je gezicht. En wat mensen een glimlach op hun gezicht geeft, dat kun je alleen uitvinden als je bereid bent, wat u ook denk ik bedoelt, als je inleeft in de situatie van mensen en je dan de vraag stelt, die afvraagt, wat heb je nodig en wat kunnen wij doen om die noden te lichten. Dank u wel voor uw vraag, voorzitter. De heer Seder. Ik wil de heer Tuinman bedanken voor zijn vlammend betoog. Ik ken de boer-burgerbeweging als een partij dat opkomt voor boeren en burgers. En beschermers. En heel veel andere mensen. Maar ik wil even vragen hoe u kijkt tegen handelsverdragen en met name tot Mercosur. Want de ChristenUnie is tegen, is altijd al tegen geweest. Met name ook dat onze landbouwsector daar echt aan kapot gaat als dit doorgaat. U bent aan het formeren, komt waarschijnlijk in een kabinet. Ik ben benieuwd of BBB nog steeds van mening is dat het ook slecht is en u ook van plan bent om dat te blokkeren. Voorzitter, dank u wel voor de vraag van de heer Seder. Wij zijn wat dat betreft kritisch op alle handelsverdragen. Waar wij in geloven is dat je in het Nederlands een gelijk speelveld met elkaar moeten creëren. Dus als hier in Nederland gewassen die niet met bepaalde bestrijdingsmiddelen bespoten mogen zijn, dan vinden wij ook als ze uit Brazilië of uit India of waar ook ter wereld vandaan komen, dat ze hier ook geen plek moeten krijgen. En dus wij maken ons wel degelijk zorgen en we zijn ons nu diep aan het innestelen in Mercosur, want misschien dat u wel beter op de hoogte bent van alle nitty-gritty details, maar ik zit ook nog door de 400 pagina's heen te worstelen. Dank, fijn dat u dat ook aangeeft, dat u zich daardoorheen worstelt. Kan u zeggen, het is een slecht plan? Volgens mij wist BB ook voordat u in de Kamer zat dat ook. Voordat de heer Tuinman, sorry voorzitter. Daarom hebben wij toen ook een meerderheid gehaald om dat te stoppen. Volgens mij was het een motie van mevrouw Teunissen uit mijn hoofd. Dus BBB heeft hier al een uitspraak in gedaan. Mm-hmm. En ik hoop toch ook echt, dat is mijn oproep ook naar BBB, dat zij nu niet wijken, nu ze aan de macht dreigen te komen, maar daar ook een voet bij stuk houden. Want ik denk dat het belangrijk is. U heeft gelijk over het gelijk speelveld. En ik denk dat wat wij hier besluiten belangrijk is. En dat als blijkt dat het akkoord wat door meer landen bepalingen bevat, waarvan wij zeggen dat moeten we niet doen, hoop ik dat BBB ook hun rug recht houdt. Voorzitter, wat ik kan toezeggen aan de heer Seder, als er zaken inzetten die niet goed zijn, voor ons of voor anderen, dan zullen we er tegen zijn inderdaad. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, ik wil de heer Tuinman even helpen, want er is inderdaad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen in 2023, waar de BBB voor heeft gestemd, waarin staat dat Nederland in ieder geval een Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren. Dus ik hoop van harte dat de heer Tuinman ook in het vervolg tegen een Mercosur-verdrag met landbouw erin zal zijn. Voorzitter, wat kan ik doen als ik hulp krijg om daar nee te zeggen? Dank u wel, mevrouw Teunissen. Dat is hartstikke goed om te weten. Ik krijg altijd de opmerkingen dat ik alle informatie die binnenkomt, dat ik die meteen opsla. Ik kan heel veel pagina's tegelijk lezen, maar dit is een goeie. En ik denk dat we wat dat betreft in die lijnen wel degelijk voort kunnen gaan. Wat ik wel bij wil zeggen, wij zijn blij trouwens met de president Macron, die Mercosur een halfjaartje geleden de grond in heeft geschoten. En het gaat over de gelijk speelveld. Wat dat betreft denk ik dat we elkaar er wel in kunnen vinden. De heer Seder van de ChristenUnie is de volgende.